Hallo, daar ben ik weer met een procesvideo van week 8. Ik leg mijn kaartjes weer eventjes klaar. Ik heb wel steeds meer de flow te pakken, zeg maar, ook op de 12 bij 12. En ik leg hier eventjes die craftsheet overheen. Dat doe ik eigenlijk iedere keer om... Ja, omdat ik wel werkplaats nodig heb. En ik heb daar in het begin wel heel erg aan moeten wennen, omdat ik een tijdje in... 9 bij 12 gewerkt heb. En toen hield ik wat meer ruimte over, zeg maar, voor me. En bij 12 bij 12 was dat dus niet zo. En dat vind ik wel lastig, want ik wil wel die spread, al die foto's gewoon zo hebben liggen, zodat ik iedere keer wel het overzicht goed kan bewaren. Maar ja, ik wil ook ruimte hebben om te werken. Dus ik heb het zomaar opgelost. En eigenlijk werkt dat wel prima. Ik vind het wel jammer dat ik niet de hele spread kan zien. Maar goed. Dat zou ik niet weten hoe ik dat anders moet doen. Want ik zit natuurlijk ook met de video die ik wil maken. Waardoor het ook allemaal wel in het beeld moet passen nog. Het weekkaartje is uit de Project Life app. En daar doe ik dan altijd nog eventjes de datumstempel bij. Van deze week. En ik heb zojuist ook allemaal lijntjes weer om mijn foto's en kaartjes getrokken. Met zwarte en witte pen. En ik liep een beetje achter deze week ten opzichte in ieder geval van mijn eigen planning die ik heb van wanneer ik dingen af wil hebben. En de reden daarvan was dat wij vorige week natuurlijk uitgebreid carnaval hebben gevierd. Nou, in mijn geval wel veel minder dan normaal omdat ik zwanger ben. Maar goed, ik wel, wel met de kleine ook gewoon lekker op pad geweest. En ja, 's avonds moe, dus weinig kunnen... Werken verder aan in de pocket en aan mijn eigen proces. Dus dat is niet zo erg, want soms gaan andere dingen gewoon voor. Alleen dan heb ik wel altijd zoiets van, nou, ik wil dan toch wel redelijk op schema proberen te blijven. Dus dan ga ik het gewoon een beetje simpel houden deze week. En dat heb ik ook wel gedaan. Ik heb in ieder geval... zo min mogelijk materialen gepakt. Dus aan, ik heb een aantal knipvelletjes en stickertjes en zo. En een paar velletjes papier uitgezocht waarvan ik dacht die zouden wel eens kunnen passen. Nou, die heb ik dus nu hier. Ben ik daar al. Heb ik die al geponst, die papiertjes die ik mooi vond. Of dat papiertje. Uiteindelijk is dat ook het enige designpapiertje wat ik erbij gebruik. Verder dus wat knipvelletjes, wat stickertjes en. En washi tape en wood veneer. Uiteindelijk is het nog best veel natuurlijk. Maar ik heb deze keer niet, iedere keer heel mijn stash ben ik niet doorgegaan, zeg maar. Meestal doe ik dat wel als ik dan met een spread begin. Dan ga ik echt al mijn stickertjes langs en al mijn dingetjes die in ieder geval qua kleur zouden kunnen passen. Ga ik allemaal langs en dan leg ik alles eigenlijk neer wat eventueel zou kunnen passen. En deze keer had ik zoiets van... het liefst gewoon zo snel mogelijk. Dus hier ook ga ik wel wat stickertjes zoeken. Maar ja, dat doe ik echt wel veel sneller dan normaal. En uiteindelijk gebruik ik van al die stickertjes die ik nou neerleg. Gebruik ik maar één velletje. Met deze is dat van Heidi Swap. Is dat die woord stickertjes. Die zijn altijd... vind ik tenminste altijd erg fijn om erbij te hebben. Zeker als je snel wil werken, dan is het wel gewoon fijn om hiermee zo nu en dan, ja, dat je gewoon snel een detail toe kunt voegen. En ik ben deze week ook niet allemaal heel lang aan het nadenken. Ik heb ook zoiets van, klaar is klaar. Als het erop zit, zit het erop. Ik vond sowieso de hele spread al, ja, het is gewoon best wel druk. Omdat ik met carnaval heel veel foto's heb gemaakt. En... ja, ik deze week, of dit jaar, dit album waar ik nou mee begonnen ben, wel mezelf echt heb voorgenomen dat ik de week in één spread wil houden. Dus dat ik niet allemaal met inserts en zo wil gaan werken. Dat heb ik vorig jaar wel gedaan. En het voordeel daarvan is dat je, ja, dat je dus meer ruimte hebt voor foto's en het allemaal in die zin iets rustiger kunt houden. Omdat je ja, grotere foto's kunt nemen, meer witruimte kunt laten, of meer ruimte voor kaartjes, waardoor het allemaal iets rustiger blijft. Maar... ja, het is natuurlijk wel drukker omdat je een insert tussen je spread hebt zitten. En het is om die reden ook meteen veel meer werk. Want je hebt eigenlijk gewoon
in één keer een voor- en een achterkant extra. Dus vandaar dat ik probeer dat dit jaar niet te doen. En het gewoon allemaal in één spread wil houden. Maar met carnaval is dat natuurlijk wel lastig, omdat ik dan wel heel veel foto's maak. En dat is uiteindelijk wel goed gekomen. Ik heb daarin de keus gemaakt om veel te schrappen. En alleen de foto's die ook een beetje het verhaal van de dagen vertelden, heb ik erin gedaan. En daarnaast heb ik gebruik gemaakt van collages. En dat vind ik wel heel leuk, maar ja, je zult daar aan de andere kant zien dat het dan wel een beetje druk wordt, de spread. Dus ik had deze week ook zoiets van, nou, als het er maar gewoon in zit, dan is het goed. En toen ik ermee bezig was, had ik ook zoiets van, nou, dit wordt niet zo heel erg mooi. Wordt niet mijn mooiste werk, zeg maar. Maar toch weer, toen ik er eenmaal mee klaar was en ik die spread uiteindelijk weer in mijn album heb gestopt, ben ik er eigenlijk toch wel weer heel erg blij mee. Dus dat is toch altijd wel, valt meestal toch wel mee. Dat stempeltje daar, dat deed ik met Memento inkt op een washi-tapeje. Maar dat washi-tapeje is een beetje glad, zeg maar. Waardoor ik dat beter met Stazon had kunnen doen. Dat is een inkt die op waarmee je bijvoorbeeld ook goed op foto's kunt stempelen en zo. En ik heb ook gewoon iets te hard gedrukt weer op op die stempel. Dat is vaak de fout die ik maak. Dan wil ik stempelen en dan wil ik dat hij er goed opkomt, waardoor ik eigenlijk juist te hard ga drukken. En daardoor kan hij juist een beetje gaan schuiven, waardoor je een beetje dubbele letters krijgt. Dus meestal is het beter om gewoon één keer met een strakke hand poef erop te stempelen. En niet te hard te drukken, maar wel hard genoeg, zodat je natuurlijk de inkt achterlaat. Dus dat is wel echt een beetje oefening baart kunst. En ik ben daar nog steeds mee aan het oefenen. Terwijl ik toch al best lang stempel. Maar in ieder geval, dat heb ik opgelost door dat woordje niet één keer te stempelen op die washi tape, maar 3 keer. En daardoor wordt het een beetje een messy effect, zeg maar. En maakt het niet meer zoveel uit als er eentje niet helemaal goed gestempeld is, want er is er toch eentje is ook een beetje waziger dan de andere één stempeltje. Dat is nou juist het effect wat je dan daarmee creëert. Dus daarmee kun je vaak een stempel kun je dat een beetje camoufleren dat het oorspronkelijk eigenlijk gewoon niet zo goed gelukt was. Dat is in ieder geval mijn oplossing daarvoor vaak. Vaak doe ik het ook wel gewoon sowieso 2 of 3 keer stempelen hoor, gewoon omdat ik het leuk vind. Maar dat was nu eigenlijk niet de bedoeling. Ja, en verder ben ik dus vooral veel dezelfde materialen aan het gebruiken. Ik ben een beetje over de hele spread aan het werken. Dat doe ik, zie je me ook sneller doen als ik een beetje snel wil werken. Want dan heb ik zoiets van, oh, kan dat daar? Oké, dan plak ik het op, klaar. Ja, dan wil ik het gewoon zo snel mogelijk allemaal aangekleed hebben. Soms is het wel even zoeken van waar plak ik wat natuurlijk. Maar ja, de ene keer sta ik mezelf toe om daar wat langer over na te denken en meer dingen te proberen en zo. En deze keer had ik wel zoiets van, hoppatee, niet te lang nadenken, plakken en klaar. En je zult zien dat het dan toch, tenminste, bij mij is dat meestal zo, dat het uiteindelijk toch wel weer oké is. Want je hebt natuurlijk al nagedacht over je spread, over de positie van je kaartjes en zo. Je hebt je foto's bewerkt, dus in die zin is het allemaal al in orde. En wat je verder nog doet, dat moet wel. Dan kun je het ook weer niet heel snel heel erg verpesten of zo. Tenzij je echt veel te veel gaat doen, dat het heel druk wordt. Maar ja, goed, als dat je stijl is, dan is het natuurlijk ook weer ook prima. Die journaling tags, die had ik al zelf. Deze haal ik uit mijn stash, maar die heb ik ook laatst nog een paar nieuwe bijgemaakt. Ook in andere kleurtjes. En die hebben jullie misschien wel gezien. Die heb ik ook als freebie gedeeld op de Facebookpagina en op de Pinterestpagina. En die zijn gewoon heel makkelijk om je journaling zo toe te voegen aan een foto. En ik vind het ook leuk om dat dan zo'n half rondje daarvoor te gebruiken in plaats van het hele rondje. Dat hoeft natuurlijk niet, dat is net wat je er zelf mee wil. Maar zo kun je hem ook nog dubbel gebruiken. En het is een kwestie van printen, uitknippen en je hebt hem. Dus het is echt wel voor je portemonnee ook handig, zeg maar.
Hier heb ik een stickertje gevonden. Maar dat vind ik uiteindelijk toch niet passen. Omdat ik, ja, dan vind ik het, dat kaartje allemaal een beetje te zwart worden. En ik heb eigenlijk op een gegeven moment ook wel zoiets van, omdat ik overal al die andere woordstickertjes heb gebruikt, vind ik het ook het mooiste om die dan terug te laten komen overal. Zodat ik daar wat meer de rust in kan creëren. Dat is soms wel lastig, want dit is op zich wel een heel leuk velletje met leuke teksten. Maar sommige wel heel specifiek, die zijn dan gewoon echt niet van toepassing. En dat is wel heel leuk als je dan ooit een foto vindt of hebt, waarbij dan een tekst die je al een tijdje hebt in één keer past. En dat gebeurt altijd wel weer. Dat vind ik wel grappig. Dingen die ik al echt jaren in mijn stash heb zitten, kan ik dan in één keer en denk, nou, ik weet echt niet waar ik deze tekst of dit woordje ooit bij moet plakken. Want ik weet niet waar het bij zou kunnen passen. En in één keer valt het dan toch op zijn plek of zo dat het ergens bij past. Dat vind ik altijd wel heel grappig dat dat toch altijd uiteindelijk wel lukt. Maar als je zo op zoek bent naar zo'n met zo'n specifieke spread en dan die stickertjes, kan het soms wel lastig zijn om de juiste teksten te vinden. Hier had ik mijn journaling al toegevoegd met de Ronna app. Dat is ook makkelijk. Zo'n foto is dan eigenlijk al helemaal klaar. Hè? Dat is een kwestie van, ja, ik doe hier dan nog een tapeje en een stickertje of zo volgens mij. Maar op zich zou het natuurlijk ook al klaar kunnen zijn. Als je zegt van, nou, ik heb mijn journaling en ik vind het prima zo, is dat natuurlijk ook goed. Hier ga ik nog even stempelen. Hier besluit ik uiteindelijk wel volgens mij mijn andere inkt bij te pakken. Ja, kijk, dat is Saison, die gebruik ik dan hiervoor. Dat is gewoon iets beter geschikt voor de gladdere ondergronden. Dan weet je ook zeker dat het moet dan wel even drogen, maar dan gaat het ook niet vegen. Want die washi tape, dat zit er altijd een beetje zo tussenin. Het is eigenlijk natuurlijk een papiersoort, maar soms heb je een beetje een gladdere variant, waardoor het lastig soms is om te bepalen welke inkt je het beste kunt gebruiken. Nou, hier doe ik ook nog een hoekje. Dat is de andere helft van die journaling, van het labeltje. Ja, ik zoek daar nog iets kleins, maar ik vind daar zo'n zwarte, of ik heb zo'n, gewoon een A4'tje zwarte karton, of ja, karton is, dikker papier is het. En die heb ik er gewoon bij liggen om af en toe iets uit te kunnen ponzen, dat is ook wel heel handig. En dan is zwart en wit is eigenlijk altijd goed. Of dat meer de neutrale materialen zoals kurk en zo, hè, wood veneer, hout. Alleen hier ging dat zwart niet mooi bij. Dus dan besluit ik hier een hartje uit te ponzen. Gaat wel ten koste van het labeltje, maar goed, die heb ik zelf gemaakt. Dus die heb ik zo nog een keer geprint. En dat ga ik ook zeker doen, want ik maak dankbaar gebruik van dat knipvelletje met die kleine labeltjes. Die kun je makkelijk ergens boven in een foto hoekje doen of op een kaartje. Het is gewoon heel leuk om snel iets leuks toe te voegen. En die zijn qua formaat gewoon heel fijn, want die passen eigenlijk altijd wel. Deze houten lettertjes weet ik eigenlijk niet meer waar ik die vandaan heb. Hoewel het is nog niet echt heel lang geleden dat ik ze gekocht heb. Dus dat zou zomaar eens van de Action kunnen zijn, maar ja, het kan eigenlijk iedere andere winkel zijn. Want ik kijk bij iedere winkel waar ze dit soort dingen hebben, iedere keer als ik er ben, ook wel even of dat ze misschien weer iets nieuws hebben. Maar ik heb uiteindelijk wel twee doosjes nodig om het woordje carnaval te spellen. Maar gelukkig had ik daar rekening mee gehouden dat ik twee doosjes wel zou kunnen gebruiken. En die plak ik hier op.
Dat ga ik zo dadelijk doen in ieder geval. Ik ben wel een beetje eigenwijs. Ik ben dit met mijn fototape aan het plakken. En nou heb ik al wel best wel vaak gehoord of gelezen dat die fototape eigenlijk helemaal niet zo slim is, want dat gaat loslaten na een aantal jaren. Ik heb ook wel vaak andere dingen geprobeerd, maar vind ik de meeste dingen, of tot nu toe heb ik eigenlijk nog niks gevonden wat ik zo fijn vind werken als die rolletjes gewoon simpelweg van de HEMA zijn die. Dus ga ik dat iedere keer toch maar weer doen. En iedere keer als ik weer naar mijn eigen albums kijk, dan zit alles nog wel vast. Maar ja, nou ging het de laatste weer over op de, vandaag volgens mij zelfs, op de Facebookgroep, dat Project Life Facebookgroep, dat toch weer iemand daar last van had dat alles los was gelaten. Ja, en dat is altijd wel een erg schrikmomentje, maar ik vraag me dan wel af van wat dan? Want wat werkt net zo fijn en waarvan weet je dan wel dat het blijft zitten? Want ja, mijn albums zijn nog geen 20 jaar oud. Dus wat nu nog vast zit, wil niet zeggen dat dat over 10 jaar ook nog vast zit. Maar ja, meestal doe ik in ieder geval wel mijn houtjes en zo. Mijn wood veneer, dat doe ik dan wel gewoon met de Glossy Accents. Wat ik dan wel vertrouw. Als dat kan in ieder geval, dat hoop ik in ieder geval. Maar ja, nu omdat ik dus snel wilde werken in deze spread, had ik zoiets van hoppatee, die houtjes doe ik ook even snel daarmee. En later las ik dus weer dat berichtje van oh nee, alles is losgelaten. Het is wel een beetje een angst van mij. Dus ik heb nou even kijken, scotch. Ja, ik moet even kijken over welke dat nou precies ging, maar er werd in ieder geval wel wat anders aangeraden door Martine Rijnbeek, die kennen jullie ook wel denk ik, en die is wel iemand die waarvan ik denk dat die weet waar ze het over heeft. Dus ik ga daar eens naar kijken of dat ik die kan vinden voor mezelf eerst eens om uit te proberen en dan als die lekker werkt om ook in de webwinkel als lijm te verkopen. Want ja, die roller dingen die werken gewoon, vind ik het allerprettigst en het snelst, want daar gaat het natuurlijk mij in ieder geval uiteindelijk over. Maar ja, als je niet zeker weet of dat het over 20 jaar nog vast zit, dan of over 10 jaar, daar word je ook niet echt vrolijk van. Nou, ondertussen ben ik al een eindje weer op weg. Ik heb hier normaal gesproken, dan doe ik met in de Project Life app, zet ik met kaartjes, weet het, die overlees, zet ik de datum erop. Gewoon een rondje met de datum, zeg maar, rechtsonder in de hoek van de foto. Ik hoop dat dit duidelijk is. Maar dat heb ik al vaker verteld, welk kaartje ik daarvoor gebruik. Alleen, omdat het nou carnaval was, doe ik dat net een beetje anders en wil ik echt wel eventjes aangeven welke dag het was. Ik doe nou echt maar heel weinig met carnaval. Ik heb echt jarenlang een heel dik fotoboek gemaakt per carnaval. Dus dat was echt iedere dag, weet ik hoeveel spreads, zeg maar. Toen had ik alleen Project Life nog niet ontdekt, want dat is wel lang geleden. Toen bestond Project Life nog niet, laat ik het zo zeggen. Dus ik deed dat er wel op een andere manier. Maar ik was dus wel altijd bezig met die fotoboeken maken. En dan vooral van carnaval deed ik dat heel uitgebreid. Dus het is nou voor mij best wel lastig om dan echt maar een paar foto's te kiezen en een paar dingen erbij te schrijven. En ik heb vorig jaar ook nog, heb ik dat ook nog wel anders gedaan. Heb ik het wel gewoon in mijn Project Life album verwerkt, maar dan wel meerdere spreads. Volgens mij ook, toen merkte ik wel in 12 bij 12 volgens mij begin van het jaar. Alleen in dan had ik van die pockets van Oktober Afternoon. En dat zijn 3 bij 3 vakjes. Dus die zijn ook wel heel leuk. Dat was ook net even anders. Vind ik wel leuk. Vond ik toen in ieder geval leuk om dan een carnaval net eventjes wat anders te doen. Om ook aan te tonen van nou, dit is anders dan normaal. En kon ik ook wel nog meer foto's kwijt. En toen heb ik ook wel meerdere spreads nog daarvan gemaakt. Maar wel gewoon als onderdeel van mijn album, zeg maar. Nu hou ik het gewoon maar eventjes klein. En dat is ook prima, want uiteindelijk
als ik dit over een aantal jaren weer terugkijk, dan, en ik heb mijn journaling best wel uitgebreid op dat kaartje daar met dat ballonnetje. Goed omschreven hoe dat de dagen verlopen zijn. Dit zijn natuurlijk alleen vrijdag, zaterdag en zondag. En volgende week komen er dan nog maandag en dinsdag bij. Dus ja, ik heb met die collages ook wel toch voldoende ruimte voor foto's. Ik heb daar rechtsbovenin nog een video toegevoegd van mijn dochter die aan het dansen is. Want die vond het vooral heel leuk om lekker te dansen in een prinsessenjurkje. Dus dat zijn dan wel dingen die ik even vast wil leggen. Maar dat heb ik ook gedaan, dus in die zin vind ik het ook prima zo. Ja, hier zoek ik iets voor om daar nog bij te plakken. Ik heb daar opgeschreven dansen. Het is ook wel duidelijk te zien op de foto's, maar ik wilde daar toch nog eventjes een beetje de aandacht op richten. En ik kon er eigenlijk geen stickertje of zo bij vinden, dus heb ik gewoon een hartje daarbij getekend. Soms is dat de makkelijkste oplossing om zelfs gewoon even zelf een hartje te tekenen of zo. Dat kan leuk zijn. En in dit geval pakt het goed uit. Nou, ik ben hier alweer wat allemaal aan het opruimen, want ik ben alweer bijna aan het eind. En dan weet ik inmiddels wel van, nou, die dingen die ga ik niet hier nou nog gebruiken. Want als ik die in de hele spread nog niet gebruikt heb, dan ga ik dat niet aan het einde nog doen. Hier plak ik nog even een washi tape. Het is trouwens wel een makkelijke manier als je je washi tape recht af moet scheuren, zeg maar. Zoals ik hier nou net moest doen. Normaal valt het over het kaartje en kun je het knippen, maar dat lukt hier dus niet. Als je daar een geodriehoek tegen aanhoudt, of gewoon een liniaal, kun je het er heel makkelijk langs afscheuren. En dan krijg je echt een mooie rechte lijn. Het is ook vooral heel makkelijk voor planners. Mensen die plannen, dat heb ik ook een tijdje gedaan. En ja, dat doe ik nu niet omdat ik daar gewoon nu even geen tijd voor heb. Maar dat is wel iets wat, wat ik wel vind passen ook bij iemand die Project Life leuk vindt, van dit soort dingen houdt, die vinden vaak dat plannen ook leuk. Ik had een happy planner van Mambi, Me and My Big Ideas. En daar heb ik heel veel gebruik gemaakt van die tape en zo. En daar heb je allemaal, ja, daar heb je wat meer dat je dus gebruik moet maken van die techniek. Ik heb die correction roller, die zie je me hier een paar keer doen, dat ik daarmee mijn journaling even snel doe. Dus hier ook weer een hele makkelijke manier om snel even wat journaling toe te voegen. Dit is volgens mij het laatste hoekje waar ik nog even in bezig ben, waar ik nog wat, even nog wat extra toe wilde voegen. En dan zit hij er zo dadelijk al in. Hier pons ik nog even een hartje. Ponsen zijn ook heel makkelijk, hè? Als je snel je eigen embellishments toe wil kunnen voegen, dan zijn ponsen aan te raden. Ik heb ze ook in allerlei verschillende formaten. Uiteindelijk zie je dat je vaak dezelfde gebruikt natuurlijk. Maar dit was de eerste keer dat ik die Starburst ook echt kon gebruiken. Die grote pons met die rondje met die puntjes, zeg maar. Dat is de Starburst pons van EK Succes. En ja, die vond ik hier wel heel leuk. Dus die ben ik ook blij mee dat ik die heb kunnen gebruiken. En dan ben ik er. Ik heb die kaartje, die foto's die op die rechterpagina, die heb ik eigenlijk verkeerd neergelegd. Dus die zie je me hier nog even draaien. Ik weet niet waar dat mis is gegaan. Dat is al volgens mij in het begin met neerleggen al misgegaan. Want in de digitaal stond die wel goed, zag ik. En hier leg ik ze zo neer. Maar uiteindelijk in mijn album heb ik ze toch nog omgedraaid. Omdat die, ja, dat zit dan in mijn hoofd dat ik echt van links naar rechts op chronologische volgorde, zeg maar, werk. En die foto van met dat zakje chips, dat was 's middags en die andere 's avonds. Dus dat moet in mijn hoofd dan wel echt anders.
Maar goed, daar heb ik uiteindelijk nog omgedraaid. Hier zijn nog wat detailfoto's van de spread. En dat was hij dan weer. Leuk dat jullie weer gekeken hebben. Ik hoop dat jullie er weer wat aan gehad hebben. En tot de volgende keer. Doei!